om de uitdagingen die de COVID-19-crisis stelt het hoofd te bieden, moest de ECB, net zoals andere centrale banken wereldwijd, snel en krachtdadig optreden. De centrale banken hadden daarbij drie belangrijke doelstellingen voor ogen. De financiële markt te stabiliseren om de monetaire transmissie te vrijwaren, algemeen soepele financieringsvoorwaarden verzekeren en de kredietverlening aan de private sector ondersteunen. Aankopen van effecten van de private en publieke sector vormen het belangrijkste instrument om de eerste twee doelstellingen te realiseren. Zo kocht de ECB in 2020 bovenop haar maandelijkse aankopen van 20 miljard euro een bijkomende 120 miljard euro aan effecten binnen haar bestaande Asset Purchase Program. Daarnaast werd ook een nieuw, tijdelijk en flexibeler crisisprogramma opgestart, het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Program of PEP, ten belopen van zowat 1850 miljard euro. Met deze aankopen slaagde de ECB erin spanningen op de financiële markten te verlichten, zoals bijvoorbeeld op de markt van de overheidsobligaties. Bij aanvang van de crisis anticiperen de markten immers dat de overheidsmaatregelen om de impact van de crisis op de bedrijven en de gezinnen te verzachten, gepaard zouden gaan met een aanzienlijke uitgifte van overheidsschuld. Daardoor begonnen de rentes op overheidsobligaties in alle landen van het eurogebied toe te nemen. Met haar aankopen van overheidsobligaties slaagde de ECB erin om de rentes op die effecten opnieuw te doen dalen. Een andere maatregel betrof het versoepelen en uitbreiden van de leningen van de ECB aan de banken van het eurogebied, wat er op zijn beurt voor zorgde dat deze hun kredietverleningen aan de bedrijven en gezinnen in stand konden houden. Terwijl de gezinnen massaal gingen sparen, uit voorzorg of omdat de lockdownmaatregelen hen verhinderden te consumeren, gingen de bedrijven tijdens de eerste maanden van de crisis immers op grote schaal lenen. Zij werden door de lockdown namelijk geconfronteerd met een aanzienlijke daling van hun inkomsten, terwijl ze wel hun werkingskosten moesten blijven financieren. Door de maatregelen van de ECB konden de banken die broodnodige kredieten blijven verstrekken. Bovendien konden ze dat doen aan gunstige voorwaarden. De banktarieven voor leningen aan bedrijven en gezinnen bleven ook in 2020 bijzonder laag. Omwille van de omvang van de crisis was het belangrijk om tijdig, maar ook ambitieus te reageren. En we hebben dat zeker gedaan op niveau van monetair beleid. We hebben in feite honderden miljarden in de economieën gepompt in Europa, maar ook in België. Tot daar was het denk ik eerst nodig en in feite relatief eenvoudig. En het heeft toegelaten, ook op niveau van de overheden, om omwille van het feit dat de rente zeer laag was, om de economie te blijven ondersteunen en in feite een enorme tekort op niveau van overheid financiën te mogen financieren zonder te veel problemen. Dus in feite het idee dat omdat de inflatie te laag was, dat onze munitie beperkt waren, was voor een deel ongegrond. Mijn andere boodschap in dat verband is, de exit zal misschien moeilijker zijn. Vandaag is het in feite nog eens relatief makkelijk. Wij pompen honderden miljarden in de economie. Wij zullen dat niet mogen blijven doen voor tientallen jaren. En er zijn nu steeds meer mensen die denken dat in feite geld is misschien gratis of dat de middelen onbeperkt zijn. Dus dat is ook misschien een uitdaging voor de toekomst.